Wat natuurlijk mooi was, de winst van Marokko. Nou, we hebben gezien, de Marokkanen houden van een feestje vieren. Ook de mensen hier met een Marokkaanse achtergrond houden van een feestje vieren tijdens en na een wedstrijd. En hier ook met politieagent op straat, weet je. Het was ook, in grote hoeveelheid ging het ook goed. En was het leuk en feestelijk. Maar zoals ik ook vanmiddag ergens las in het Parool, geloof ik, dat de lijn tussen feesten en rellen is flinterdun. Dus de vlam sloeg ook hier en daar echt wel in de pan. Ook in Europese steden. Burgemeester van Rotterdam, Abu Taleb, heeft gezegd... ik ga echt niet mijn centrum afsluiten voor deze wedstrijd die er aankomt met Marokko. Ben je het eens met Abu Taleb, Frits? Dat hij zegt, ik ga niet... een soort van staat van beleg, zei hij cynisch. Ja, nee, ik bedoel, ik heb een grote bewondering voor Abu Taleb. Maar ik denk, dat waarom zou je het centrum niet voor auto's afsluiten op dat moment? Dan heb je in ieder geval geen auto's meer die in brand gestoken kunnen worden, bij spreken wat gebeurd is. En ik heb gisteren ook, ik heb met Marokkanen die wedstrijd gezien. En het feest na afloop, al die Marokkanen schamen zich kapot voor wat er gebeurt. En laten we wel zijn, rond wedstrijd van Ajax Feyenoord zijn ook de meest verschrikkelijke dingen gebeurd. En rond wedstrijd van Ajax Den Haag. Hey, maar dat is inderdaad een grote fout. De meest verschrikkelijke dingen gebeurd, hoor, buiten stadions. Kijk, gisteren heb je natuurlijk Ali Boussabon gehoord. Oudspeler van ADO onder andere en oudspeler van het Marokkaanse nationale team. En er wordt natuurlijk, klinkt misschien een beetje raar uit mijn mond, maar er wordt natuurlijk een Marokkanenprobleem van gemaakt. En dat ben ik dus echt niet mee eens. Want het is niet zo dat die Marokkanen ineens, doordat ze winnen, een feestje vieren en de boel gaan slopen. Dat is niet normaal. Vooropgesteld, dat moet je gelijk de lat opgooien. Nee, maar het is ook zo wrang, want het is ook nog eens bij winst. Weet je, maar dat is het verhaal met Nederland zelf ook. En dat wil ik dus aangeven. Het is niet alleen die Marokkanen, het gebeurt overal. Ik bedoel, als Nederland wint, wij hebben op het Jongbloedplein in Den Haag, hebben we al jaren achter elkaar, hebben we met Nederland zelf al ellende staan. Moet ik eerlijk zeggen, van de week was er niks aan de hand. Heb de politie asociaal ingegrepen, terwijl er een feest aan de gang was. En dan zegt iedereen van, ja, waarom ga je dat niet in de Schilderswijk, waar die Marokkanen doen, dan durf je dat daar niet. Ik wil die Marokkanen in dit geval een klein beetje beschermen. Om te zeggen van, ja, kijk, dat het niet klopt, dat is wat anders. De politie moet ook vol de lat erop gooien. Maar je moet niet zeggen, het is een Marokkanenprobleem. Nou, want dat gaat me een beetje te ver, want het gebeurt overal, bij elke wedstrijd. Het gebeurt bij die ploeg van jullie, het gebeurt bij ons af en toe, het gebeurt bij heel van veel... Van jullie bedoel je buitenveld? Die ploeg van jullie. Ja. Hij gaat de naam niet zeggen. Je ziet, hoe kijk jij daarna? Nee, ik ben het er wel mee eens. Kijk, ik denk dat als je die stad helemaal afzet, of een nood voor... Nou, ik kan me wel voorstellen dat je toch heel veel ME en alles wel neerzet en je ervoor op voorbereidt. Maar kijk, de mensen die heel blij zijn, moeten wel een feestje kunnen vieren. Ja. Maar dat kan toch zonder auto's? Ja, het kan zonder auto's. Ja, voor mij sowieso. Beter zonder auto's. Dries? Ja, zonder slopen natuurlijk. Je hebt gewonnen. Ga drinken, spring elkaar om de nek. Ik zag gisteren ook een interview met de Marokkaanse bondscoach. Dries, maar ze drinken niet, hè? Dan. Dus helemaal water. Nou, weet ik niet. Maar die Marokkaanse bondscoach, die kudde er ook helemaal af. En de spelers van Marokko ook. Ik zou zeggen, ja, als je wint, maak nou een mooi feest. Spring om elkaars nek en neem een borrel. Maar ga niet de boel slopen. Waar komt het dan vandaan? Uiteindelijk heb je maar een paar relschoppers nodig, hè? Die de boel verzieken voor een hele grote groep. Het is gelinkt aan voetbal, helaas. Ik bedoel, in Zuid-Amerika is het jaar uit de hand gelopen. Ja, maar wat je in ieder geval als garantie hebt, is als je daar alleen maar mensen op scherp gaat zetten die dat in de gaten gaan houden, dan wordt het sowieso rellen. Ja. Daar geloof ik niet in. Ik geloof dat je kan ze natuurlijk een beetje uit de buurt houden. Dat ze wel in no time. Ik denk dat als de auto's in de fik gaan, dat moeten we niet willen. Nee. Dat is feestje voorbij. Er wordt natuurlijk driftig met vuurwerk altijd gegooid tijdens dit soort rellen. Daar kom ik ook op het onderwerp illegaal vuurwerk. Dat zie je elk jaar natuurlijk. Bij iedere jaarwisseling is dat natuurlijk altijd.